22 juni hebben wij Jong Bonaire twee eindpresentaties. Twee dezelfde shows om 16:30 en om 19:30. Dit is onze grote eindpresentatie. Eigenlijk kan je het wel een beetje zien als een eindejaarsafsluiting. En dat is voor iedereen op Bonaire mag komen kijken. En alle leerlingen van de dansschool vanaf 6 jaar treden daarop. Nou, het thema van dit jaar is the future en we gaan een beetje in de future van het klimaat, van de aarde, maar ook van de technologie. En aan het eind van de show zit daarbij een hele belangrijke boodschap. Echt een belangrijke boodschap vanuit de Bonaireaanse cultuur. En ja, als mensen onze show willen zien en weten hoe het eindigt, ja, dan moeten ze natuurlijk naar de show komen. De kaarten kunnen ze halen hier bij ons op de dansschool op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en zaterdagochtend. Bij Yoshanti's Bookstore, Lisa Convenience Store en op dinsdagmiddag, woensdagmiddag en zaterdagochtend bij ons op de dansschool. Daar kunnen ze de kaarten kopen vanaf 3 juni. Ik denk dat het een hele mooie experience is voor iedereen op Bonaire. Dus ik raad iedereen aan om te komen kijken. Want het is niet zomaar een show. We pakken helemaal uit met licht, geluid, flitsende kostuums en natuurlijk prachtige choreografieën en een heel mooi verhaal. Dus ik denk zeker dat het de moeite waard is voor iedereen om te komen kijken. De kosten van de kaartjes zijn $17 voor volwassenen, $12,50 voor kinderen en aan de deur voor kinderen $15 en voor volwassenen $25. Dus kaarten van tevoren kopen, want anders betaal je toch wel een stukje meer.